De toiletten die er zijn die geschikt zijn voor hem, die zijn ver buiten het centrum of die zijn gesloten als het avond is. Breder nu. Je weet het meteen. Carnaval staat weer voor de deur. Voor velen is dat de leukste tijd van het jaar, maar feest vieren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom staat er dit jaar een minder valide toilet op het kerkplein. Wij spraken met de initiatiefnemers. Waarom zijn we hier? Uh, we zijn hier omdat uh, vrienden van mij een uh, invalide toilet hebben geregeld, waardoor ik uiteindelijk toch carnaval kan vieren. Uh, dit jaar hebben wij uh, een toiletleverancier gebeld en die uh, plaatst aanstaande vrijdag een uh, speciale invalide toilet uh, hier bij de Pijvolg. Eigenlijk kan ik sinds een jaar of twee helemaal niet meer lopen en dan is het echt een probleem om bij een toilet te komen. Uh, dat is niet meer mogelijk omdat echt uh, geen enkele café in Breda heeft een invalide toilet. Wat is er geregeld? Er is geregeld. Er is eerst aangeboden met de vraag van de jongens: uh, vind je het goed als wij een uh... Invalide toilet neer gaan zetten voor Joris. Zodat hij met ons kan carnavallen hier zo. Want we willen graag in de Bruine Pij zijn. De jongens vieren hier alle dagen carnaval. En dan willen ze Joris graag bij hebben. Uh, alleen naar het toilet gaan is een van de dingen die natuurlijk een probleem was voor hem. En hoe lang staat, die, staat deze invalide toilet hier? Hij wordt uh, vrijdag geleverd en woensdag weer opgehaald. Dus de gehele carnaval. Hoe reageerden anderen op dit uh, initiatief? Uh, nou ja, de, de, die vond het uh, zeker fijn. Ik weet dat veel rolstoelers uh, Carnaval gewoon wegstrepen. Omdat het bijna niet te doen is. Uh, alle cafés zijn ontzettend vol. En als je dan laag in een rolstoel zit, ja, dan uh, de, heb je eigenlijk geen contact met mensen. Uh, daarnaast het probleem van de toiletten. En uh, dit jaar heb je gelukkig lekker weer uh, tijdens Carnaval. Uh, waardoor je veel buiten kan zijn. Alleen dat het probleem met het toilet blijft bestaan. En uh, met deze oplossing kunnen ook uh, alle andere rolstoelers carnaval gaan vieren en het toilet gebruiken. Komt het invalide toilet? We zetten hem op het kerkplein, zetten we hem neer. Dus Bruin de Pij zit op het kerkplein en hij komt bij de nooduitgang, komt hij te staan, zodat hij niet met heel zijn rolstoel zeg maar, door de menigte hoeft te gaan. Maar omdat ze altijd achterin feesten, achterin het café, mag hij stiekem via de nooduitgang, via zijn eigen privé in en uitgang naar zijn eigen toilet toe. Voor Carnaval is het nu opgelost, maar ja, jazzfestival komt er weer aan en andere grote evenementen in de stad. Dan zou het wel fijn zijn als er dan ook gewoon standaard een invalide toilet geplaatst wordt. Wij vinden het gewoon belangrijk dat Joris ook gewoon Carnaval kan gaan vieren en de toiletten die er zijn die geschikt zijn voor hem, die zijn ver buiten het centrum of die zijn gesloten als het avond is. Dus vandaar dit initiatief.